En in de ogen van Kaag betekent dat wij gaan lekker samenwerken en ik zorg ervoor dat jij premier wordt van dit land, Mark. En wat waren de beloftes? Een nieuwe bestuurscultuur, een snelle formatie, een kabinet met een fors progressieve inbreng, afscheid van de Haagse achterkamertjespolitiek. En voorzitter, na 100 dagen zijn we nog nergens. Geen zicht op formatie, geen nieuwe bestuurscultuur, geen progressieve inbreng en we gaan weer terug naar de achterkamertjes. En nadat de D66-minister Ollongren lekte uit de verkenningsdocumenten, is de formatie in een neerwaartse spiraal beland. En voorzitter, ik begrijp volkomen dat burgers naar het theater kijken en zich afvragen of de politici nou op het schoolplein met elkaar aan het spelen zijn of dat het hier gaat om verantwoordelijkheid nemen om Nederland verder te brengen. Maar voorzitter, Sigrid wil graag met Mark en Mark met Sigrid. Jesse en Lilian willen wel graag met Sigrid en Mark. Wopke wil wel met Sigrid en Mark, maar hij wil niet met Jesse en Lilian. Tenminste, als ze samenkomen. En ook Mark wil liever niet met Jesse, zeker niet samen met Lilian. En Mark wil vooral heel graag door. Maar om Wopke goed vast te houden, wil hij niet met Lilian en Jesse. En vriendje Zegers, ja, die wil dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel. KC, Keno. Nou ja, goed, hij heeft nee gezegd, maar het kan toch wel weer als het landsbelang hem oproept. En voorzitter, die formatie is in impasse geraakt. De insteek van Hamer om langs de weg van de inhoud partijen bij elkaar te brengen is gewoon mislukt. En een aanvliegroute langs de inhoud heeft weinig zin als er geen vertrouwen is. Want we zouden bijna vergeten dat we ook een vertrouwenscrisis hebben. Het vertrouwen in deze premier. En de liefde tussen Rutte en Kaag is geen liefdevolle, passievolle romantiek. Het zijn bepaald geen tortelduifjes. Ze maken af en toe elkaar uit voor opportunist, noemen elkaar hautain. En het is wel duidelijk dat de vonken er niet vanaf zijn. Voorzitter, ik rond af. Bij het coronadebat sprak Rutte een keer over de hamer en de dans. En inmiddels hebben we ook bij de formatie een hamer en wordt er volop gedanst door de partijen, maar zonder resultaat. En wat is nu de oplossing? We gaan Kaag en Rutte de komende maanden laten dansen en we hopen dat de anderen het schouwspel zo aantrekkelijk vinden dat ze willen aansluiten. Voorzitter, ik realiseer me dat op basis van de gorddroge inhoud de formatie nog wel eens lang kan gaan duren. Dank u wel, meneer Asserkamp. Dan geef ik het woord aan mevrouw Den Haan van fractie Den Haan.